قل هو الله أحد الله الصمد. Omdat Nabil Amzib in Marokko wordt begraven, was deze herdenking bij Fayrouz voor veel mensen het moment om afscheid van hem te nemen. Een uur daarvoor, rond 12 uur, verzamelde iedereen op het Museumplein. Ik sta hier als moeder, steun voor de moeder, tegen wat is gebeurd voor haar zoon. Waarom heb je deze bloemen bij je vandaag? Om te laten zien dat ik toch wel om Nabil geef, ondanks dat ik hem toch niet vaak heb gezien. Maar het is wel de broer van mijn vriend en ik wil hem wel laten zien dat ik wel veel om hem geef. Ik ken Nabil niet persoonlijk, maar ja, het is toch wel iets dat dichtbij is gebeurd. En dat waar je toch even moet laten zien dat je het niet mee eens bent. Doodgaan zal iedereen wel ooit gaan, maar gewoon op de manier hoe die... Weet toch? Als je tijd komt, komt je tijd, maar niet op zo'n manier. Ik ken Dion vanaf geboren, Dion. Het is verschokken, ja. Familie van hem. Elke dag ben ik bij hun. Die lijf van hun is verpest. Even ontstond er verwarring bij de groep, omdat er ineens een rouwwagen aankwam rijden. Het is onduidelijk of het lichaam van Amzib daarin lag. Volgens sommigen was de familie er niet van op de hoogte dat er een rouwwagen zou komen en was het ook niet de bedoeling. Waarop de wagen weer vertrok en de stoet begon te lopen. Dit mag nooit en dan ook nooit meer gebeuren. Hij mag niet vergeten worden. Deze jongen mag echt niet vergeten worden. En de dader moet opgepakt worden. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nabil Amzib wordt morgen begraven.